Weet jij al wat een hop is? Hallo, ik ben Leonie en dit is een filmpje voor prulliken.nl. Leuk dat je komt kijken. Mocht je nog niet bekend zijn met de term hop, het betekent dat je dus, zoals een konijntje, verspringt van de ene plek naar de andere plek. En iedere maand doe ik mee met de Stampin' Hop Instahop. Dus je begint bij bijvoorbeeld mijn Instagram pagina en kan vervolgens uit de volgende uit het lijstje kiezen om door te springen naar die persoonspagina. En we maken dan allemaal onze projecten in een bepaald thema. En het thema heeft deze keer alles te maken met labeltjes, want de themanaam is Tag It. Vandaag wilde ik twee vliegen met één klap slaan. Zeg je dat zo? Ik ben echt zo goed in spreekwoorden. En ik wilde dus een layout gaan maken van een foto van onze vakantie in de camper Venne, waar ik de laatste keer ook over had. We hebben toen een escape room gedaan. Hartstikke leuk. En ik wilde dit combineren met de uitdaging voor de Stampin' Hop. Namelijk gebruik tags. Of label tag it was dan de titel van onze uitdaging. Dus labeltjes te gebruiken. Zoals je wellicht hebt gezien, had ik dat vorige maand ook per ongeluk gedaan. Ik had toen het verkeerde thema gebruikt voor de Stampin' Hop. Dus we gaan dat nog een keer doen. Ik zat er gewoon een maand naast. We beginnen met onze pagina. En daarvoor wilde ik een stuk Mossy Meadow cardstock gebruiken. Deze ga ik snijden op 21,5 centimeter. Dus ik moet hem zo wel draaien. Want anders is mijn papier maar 21 centimeter. En dat is net te kort. 21,5 bij 17,7. En dat zit daar. En dit is de afmeting van mijn pagina. En om te zorgen dat ik dat zeker goed doe, zal ik vast de plek van de gaatjes overnemen. Dat doe ik gewoon heel simpel met een potloodje. Even de cirkeltjes overnemen, zodat ik ze straks kan uitponsen. En deze pagina komt op deze pagina uiteindelijk. Maar eerst gaan we er iets moois van maken. Omdat het dus een foto is van een escape room, heb ik zitten zoeken van wat voor leuk papier heb ik wat hierbij past. En ik heb iets uit de oude doos genomen. Ik heb gewoon een oud stuk papier genomen. Deze komt uit het Free as a Bird design papier. En ik vind deze gewoon, hij is perfect. Sleuteltjes. Hoe had ik daar nou beter kunnen wensen dan dit? Dus ik ga hem 2 centimeter minder breed maken. Dus dan wordt hij 15,7. En ik denk ook een volledige centimeter minder hoog. Dus dan is dat 20,5. Daar en daar. Nou, perfect. Dus dit gaat hem worden. Die kan ik alvast opplakken. En dan krijgen we dit. Oké. Nou wilde ik mijn foto matten. En het leek mij leuk om hetzelfde als hier de sleutels te doen. Dus een witte rand eromheen. En daaromheen een heel dun zwart randje. Dus ik heb mijn foto opgemeten. Die was 7,5 bij 10,2. Dus mijn witte laag heb ik gesneden op 11,2 bij 8,5. En vervolgens heb ik mijn zwarte laag weer een halve centimeter groter gemaakt. Dus 11,7 bij 9. En dan plak ik dus die laagjes op elkaar met behulp van mijn Tombow lijm. Dus multifunctionele vloeibare lijm. Dus een fijne lijm, want het geeft me net wat wiebeltijd om te zorgen dat ik mijn fotootjes precies in het midden heb van mijn matjes. En daarna is hij heel snel vast. Nou wil ik de boel gaan versieren. En omdat ik dus het thema Tag It is, wilde ik labeltjes gaan gebruiken. Nou, in plaats van labeltjes te stansen of te ponsen, leek het mij leuk om ze gewoon zelf te maken. Dus ik heb hier drie stukjes cardstock genomen. Dus dit is dezelfde Mossy Meadow die we eerder al hadden. Dit is Basic White. Het is hetzelfde als wat ik hier als mat heb. En ik heb hier ook een stukje Old Olive. En hier wil ik een labelvormpje van maken. En eigenlijk de simpelste manier om dat te doen. Ik ga ze gewoon alle drie tegelijkertijd doen. De strookjes zijn dezelfde breedte. Ze zijn 3 centimeter breed. Maar ze zijn verschillend van lengte. Ik ga mijn schaartje pakken.
En ik ga hier een hoekje afknippen. Zo. Van alle drie de laagjes. En dan ga ik dat hoekje aan de andere zijde leggen. Even zorgen dat ik hem in dezelfde richting heb. Ik denk dat dit goed is. En dan knip ik het hoekje. Zorg dat ze recht blijven liggen. Ook aan de andere kant eraf. Dus nu heb ik drie labeltjes. Nou, is het natuurlijk leuk om ook een gaatje te hebben in een labeltje. Daarvoor kan je een perforator gebruiken of een pons. Of in mijn geval heb ik daar een crocodile voor. Dus die ga ik gebruiken om hier een gaatje te maken. Ik hoop dat ik goed zit. Ja hoor. Prima. En ook die alle drie tegelijkertijd gedaan. Zo. Dus nu heb ik drie labeltjes. En die wil ik een beetje schots en scheef hieronder. Bij de hoek. Gaan plaatsen. Wellicht dat ik eerst nog een strikje in de lintjes wil maken. Maar ik denk dat ik dat wel wil. Ja. En hierboven wil ik ook nog iets van een clustertje maken. Daarvoor leek het mij leuk om te stempelen op het wit cardstock. En ik heb echt zitten denken van wat kan ik hiervoor gebruiken. Nou ging deze escape room ook gedeeltelijk over vaarroutes en schepen. Dus heb ik uit de You Are My Anchor Kit. Want daar heb ik nog onderdelen van. Heb ik uit de stempelset het grote anker gepakt. En die wil ik gaan stempelen met Pumpkin Pie. Want dat is de kleur die Pleunie aan heeft. Dus die gaan we hier stempelen. Recht omhoog. Ik maak mijn stempel schoon aan mijn chamois. Hij heeft hij niet helemaal netjes gestempeld, maar dat is niet erg. Ik ga daar namelijk nog een keer overheen stempelen met een stempel uit feestballonnen. Want het was ons namelijk gelukt. Dus ik zat te twijfelen. Zal ik goed bezig doen? Trots op jou. Maar ik denk dat ik gewoon voor yes gelukt ga. Ook al kregen wij, ik geloof wel 4 keer extra tijd. Want we waren dan niet heel handig in. Het was ook niet de meest handige ruimte. Het was het was een soort metalen doos, zeg maar. Want die schuiven ze dus van de ene Center Parks naar de andere. Alleen de ruimtes waren dus... Ja, het waren dus twee ruimtes. En het was niet... Ik weet dat het een beetje mysterieus moet zijn. Maar het was echt... Het was niet handig. Het was niet... Niet duidelijk genoeg van, oh, hier moeten we zoeken of daar kunnen we iets vinden. De aanwijzingen leken ook niet heel erg veel verband te hebben met elkaar. Dus het was een beetje, wij hadden het als rommelig ervaren. Ik wil deze denk ik uitsnijden. Ik denk met een cirkelpons. Ja. En als ik cirkels zeg, dan zeg ik natuurlijk automatisch de astronomisch. Absoluut astronomisch. Kijken. Past die? Krap, maar hij past. Dus die gaan we daarmee uitsnijden. En dan wil ik hierachter nog een label hebben waar ik mijn verhaal op kan schrijven. Dus die wil ik kunnen bewegen. Dus dit gaat wat verder naar beneden. Ik heb nog een titel nodig. En ik denk dat dat ontsnapt gaat zijn. Of ontsnappen. Nee, ik denk ontsnapt. Ik moet nog even denken hoe dat ik het allemaal ga vormen. Ik ga dit vast uitsnijden. Ik ga vast wat letters zoeken. En ik ga bepalen van welke kleur ik mijn pull-out tag wil maken. Waar ik mijn verhaal op ga zetten. En misschien of dat ik nog iets extra's nodig heb. En misschien dat ik hier ook nog iets mee wil. Maar ik weet het. Het moet nog even brouwen. Tot zo. Oké, ik heb nagedacht.
En ik heb geprobeerd en getest en gedaan. Wat ik gedaan heb. Ik heb met Pumpkin Pie Inkt en de Alphabet Stempel Set. Geweldige stempel set. Heb ik mijn titel gestempeld op Basic White Cardstock. En de titel is geworden Ontsnapt. En deze heb ik vervolgens uitgestanst met een van de echt iets bijzonders stansen. Dus die heb ik eerst zo een keer er doorheen gehaald. En daarna zo een keer er doorheen gehaald. Waardoor ik dus een smaller strookje heb. Die ik als titel wilde gaan gebruiken. Ik heb heel erg zitten twijfelen. Ga ik deze doen of ga ik letters stansen? Maar ik heb besloten dat ik niet mijn titel hierboven wil. Want ik wil hier dus nog een uitschuif iets maken. Dus de foto gaat een pocket worden. Dus wil ik mijn titel hieronder. En dan vond ik dit wel heel erg druk met elkaar. Dus dacht ik, wat als ik dit nou hier naar deze cluster toe breng. En ik ga het gewoon net een beetje anders schuiven. Ik ben er nog niet exact uit hoe dat allemaal eruit gaat komen te zien. Maar als ik zoiets nou zou doen, ongeveer. Deze wilde ik als een laagje hebben op een stukje dessinpapier. Dus ik heb deze met die witte golfjes. Die komt uit de Zoo Crew. Die leek me wel leuk vanwege dus dat nautische. En dan heb ik dus toch dat nautische met dat oranje. Maar dat vond ik dan weer niet mooi hierbij. Dus wilde ik nog een extra laagje contrast. Dus ik heb wat Old Olive cardstock gesneden. En dus weer die maat groter dan dat. En ik denk dat ik dit dan weer wel prettig vind. En ik wil mijn ontsnapt een beetje laten ontsnappen van de pagina. Dan heb ik nog een stuk nodig voor mijn journaling. En hiervoor dacht ik dat het leuk was om dus een tapje te maken die kan uitschuiven. Dus ik heb een stukje cardstock van 8 bij 8 centimeter gesneden. En in plaats van er zo'n kopje aan te geven, wilde ik een trektap dingetje geven. Nou heb ik die niet van Stampin' Up. Dus ik heb een ander merk gebruikt. Ik heb namelijk een Masterpiece Design set gebruikt. En daar heb ik deze stans uit gebruikt. Om dit vormpje uit Pumpkin Pie cardstock te snijden. Die wil ik dus op deze plek gaan plakken. En vervolgens wil ik dat stukje wit weg gaan knippen. Dus we gaan dingen opplakken. Deze gaat met dimensionals komen. Dus die wordt anders. Dit ga ik wel weer gewoon met mijn Tombow opplakken. En ik durf nog niks vast te bevestigen aan mijn bladzijde. Want zover ben ik dan nog niet met... Ja, niet uit je vingers laten vallen, Leonie. Zover was ik nog niet met hoe alles eruit moet gaan komen te zien. Dus, maar ik weet wel dat ik deze dus hierop wil. Dat ik hier dimensionals voor wil gaan gebruiken. Ik heb hier nog mooi een stukje zwarte dimensionals. Die ik aan deze kant kan bevestigen. En dan kan ik hier nog een stukje die ik toch eventjes erop laat zitten. En dan kan ik deze vast hier af laten ontsnappen. Ik denk zo. Ja. Deze weet ik dus ook. En die kan dan straks hierachter komen. En die kan dan erin en eruit schuiven. Wellicht dat het slim is om deze ook op te hogen. Dat het echt een pocket pocket is. Ik denk dat ik dat heel slim vind van mezelf als ik dat zou doen. Ik wil hier nog wat twine doorheen halen. Dus ik heb de Baker's Twine Essentials pakt. Ik heb zwart gepakt. Want ik denk dat dat de beste kleur gaat zijn voor deze labeltjes. Hoe lang wil ik ze hebben? Niet te lang. Zoiets. Oké. Nou, 3 keer deze lengte. Ik denk dat ik er ben. Ik denk dat dit is wat ik wil doen. Oké. Dan ga ik dus die groene label ga ik aan de achterkant van mijn foto plakken. Daar. Dus ik ga even met een potloodje een lijntje zetten. Van daar tot daar wil ik hem plakken
lijm. Deze komt hier. Dan wilde ik hier een pocket van maken. En de makkelijkste manier om er een pocket van te maken is door gebruik te maken van adhesive foam strips. En die heb ik hier. Dus dat zijn, foam adhesive strips. Heel anders natuurlijk. Die heb ik hier. Dus ik ga een soort kuipje maken. En dan gewoon met een hele lange nieuwe strip begin. Dit is dus de onderkant. En dan gaan we even kijken waar deze dan dus komt. Die komt hier. En om te zorgen dat die ook steeds opnieuw daar komt, zet ik hier een foamblokje als een soort stopper. Dat die daar dan dus ook echt tussen moet glijden. Ja, hij komt wel erg ver naar beneden. Dus ik denk dat ik hem nog een strookje moet geven, zodat hij uit blijft steken. Dus hier komt ook nog een strookje. Ja, dus ik ben losgegaan met mijn foam strips. Deze gaat dan hier komen en deze gaan we er achter versieren en langs de zijkant. Hier is gelukt, komt over mijn foto heen. Ontsnapt gaat daar komen, dus die krijgt hier. Oeh, is minder diep. Minder diep dan de strips, dus dan krijgt hij een dubbele laag. Zo eenvoudig. Dubbele laag Stampin' Dimensionals. Deze dan ongeveer hier. Dan zullen we deze eens gaan opplakken. Al mijn frutseltjes. Die is gelukt, zit ertussen. Ontsnapt staat erbij. Dus nu kan ik hier zorgen dat ik mijn streepjes trek. Ik denk dat ik ze in het oranje wil doen. In Pumpkin Pie. Dus met Stampin' Write marker. Dat ik mijn streepjes trek om mijn journaling op te schrijven. En misschien dat er nog een beetje bling bij moet. Dus ik heb mijn streepjes getrokken en ik heb mijn journaling geschreven. En nog niet goed helemaal uitgedumpt, zie ik wel. Dus mijn journaling is, aangezien we allemaal wel houden van een spelletje en raadsel oplossen, leek het ons een goed idee om een escape room te proberen. De kamer bestond uit twee delen en het hoofdelement was deze kast. Hierin vonden we een aantal aanwijzingen op weg naar de eindoplossing. Hoewel het verhaal en thema van de escape room ons niet duidelijk was, hebben we wel genoten van onze puzzeltijd. Dus ik zie dat ik echt nog een aantal dingen niet goed heb uitgegumpt. Wat op zich niet erg is, dat kan altijd nog. Maar nu ik er toch mee bezig ben, hè, laat ik het maar meteen regelen. Zo, dus die past hier keurig tussenin. Ik denk wel dat ik een paar van die staartjes wat korter wil knippen, want ik vind ze erg lang. Zo,
Dat is denk ik beter. Dus deze past hier mooi in. Nou, bling. Ik heb dus geen oranje bling. En ik denk dat oranje dan wel juist leuk is om dat nog een keer terug te laten komen. Maar wat ik wel heb is een Rhinestone Basic Jewels. En dat is natuurlijk een goed uitgangspunt. Want deze zijn te kleuren met je Stampin' Blends markers. En die heb ik dan weer wel in Pumpkin Pie. Dus ik pak de donkere kant. Ik zal in ieder geval beginnen met een grote. Twee mediums en twee kleintjes. Want dan hebben we er vijf in verschillende maten. En als het goed is, blijft dit dan mooi deze kleur. We gaan het eventjes een paar seconden de tijd om te drogen. En in de tussentijd pak ik mijn Take Your Pick tool uit mijn bakje. Oeh, ik hoop dat het dopje in het bakje zit, want... anders ga ik mezelf hier nog eens een keer aan prikken. Even kijken. Laat ik beginnen met de grote. Nee, hij geeft inderdaad niet af. Zo. Nou, ik heb er nog een paar extra bij gekleurd. Maar ik denk dat ik het zo goed heb. Ik denk dat ik hier blij mee ben. Dus dit is mijn layout voor vandaag en voor de Stampin' Hop. Ik geloof dat mijn layout wel genoeg voorbeelden geeft aan hoe je met labeltjes en labelvormen een leuke layout kan maken. En dus hopelijk ook veel gebruik kan maken van de labelvormen die jij al hebt. Mocht je nou nog geen labelvormpjes hebben en ze graag wel zou willen aanschaffen, dan is het fijn om te weten dat ik een onafhankelijke Stampin' Up! Demonstratrice ben en ik help jou natuurlijk graag met je aankopen. Je kunt ze doen door een mailtje te sturen naar leonie@prulleke.nl, zodat ik je op die manier kan helpen. Ik kan je dan eventueel adviseren als je daar behoefte aan hebt of nog een keer met je bestelling doorlopen om te zorgen dat je niks over het hoofd ziet of voordeel misloopt. Alternatief kun je natuurlijk gebruik maken van de link naar de webshop. Die staat hieronder in de omschrijving en je vindt daarbij ook de gastvrouwcode voor deze maand. Want die kun je gebruiken bij al je bestellingen onder de 200 euro. Wat nou wel leuk is daaraan, is wanneer je inderdaad online je bestelling plaatst met die gastvrouwcode en je besteedt minimaal 50 euro aan producten, dan krijg je aan het einde van de maand nog een kleinigheidje van mij als dank dat je mij hebt gekozen als jouw demonstratrice. Dat was hem weer voor nu. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vond. Vergeet niet om een duimpje omhoog te laten als je het leuk vond. Laat in de comments ook weten of je naar de Instahop bent gegaan. En vergeet ook niet om daar comments achter te laten voor alle deelnemers. Het is echt heel erg leuk om te zien hoe mensen reageren op de projecten die we gemaakt hebben. Vond je dit leuk? Vergeet dan niet om te abonneren op dit kanaal. Elke dinsdag en vrijdag ben ik hier op YouTube te zien met een nieuw stukje informatie of inspiratie. Dus dat was hem weer voor nu. Ik wens je heel veel hopplezier, fijn weekend en graag tot de volgende keer. Doei doei!